Goeiedag. Ja, plassen in Haarlem in dit geval, maar niet alleen in Haarlem hoor. Overal liggen plassen in het land, want het is weer een wisselvallige dag. We hebben buien, we hebben regen en de komende dagen zal dat nog niet echt gaan veranderen. Zaterdag is wel een vreemde eend in de bijt, daar kom ik straks op terug. Laten we maar eens eventjes gaan kijken wat we de komende periode kunnen gaan verwachten. Nou, allereerst hebben we te maken met een lage drukgebied ten westen van Ierland, boven de oceaan. Die lage drukgebieden, het zijn soms verschillende lage drukgebieden, die zorgen ervoor dat we een zuidwestelijke stroming hebben. En in die zuidwestelijke stroming worden storingen aangevoerd. Donderdag is dat bijvoorbeeld ook weer het geval. En ook vrijdag gaat er een storing passeren, kunnen we rekening gaan houden met buien. Zaterdag dan tijdelijk even een ander weerbeeld. Die stroming die gaat helemaal draaien naar het zuiden. En dan wordt er opeens hele warme lucht aangevoerd onder aanvoering van een diepe depressie boven de oceaan. U ziet hem daar achter de tijdslabel. Het is tijdelijk, want op zondag gaat de wind eigenlijk alweer terug naar het zuidwesten. En ook maandag is dat het geval. En komen we weer in dat patroon terecht met die buien en soms fronten die passeren. En dan ook voor regen zorgen. Kortom, een wisselvallig weerbeeld de komende periode. Maar zaterdag is dan wel even die uitschieter. En dan kan het zomaar ook 24, 25 graden gaan worden in het zuiden van het land, als alles mee zit. Dit is de temperatuur op zo'n 1500 meter hoogte. En dan zien we dat vrijdag al iets zachtere lucht over ons land trekt, maar zaterdag er echt een warme bel overtrekt, maar ook weer snel naar het oosten. En als zo'n warme bel overtrekt met deze temperaturen, dan wordt het aan de grond ook een stuk warmer. En dat merken we dus op zaterdag. Maar er zit wel een addertje onder het gras, want met die zuidelijke stroming op zaterdag wordt ook Sahara stof onze kant op gevoerd. En met dat Sahara-stof kan de temperatuur enigszins getemperd gaan worden. De timing is nog wat onzeker. Het lijkt nu pas zaterdagmiddag te gaan gebeuren. En dan is die temperatuur al flink opgelopen. Maar die zaterdag is verreweg de beste dag van de komende periode. Het is droog en er zijn flinke zonnige perioden. Nou, donderdag is dat duidelijk niet het geval. Dat is weer een dag met buien. Temperatuur tussen de 12 en de 15 graden. Hoogste temperatuur in het zuidoosten. Daar ook kans op de meest actieve buien in de middag. Mogelijk ook met onweer. De wind uit het zuidwesten. Aan zee is hij soms ook wat meer westelijk. En ook wel stevig. Een krachtige wind kan er staan. Windkracht 6. Tussen de buien door in de middag is er wel af en toe wat ruimte voor de zon. Ook vrijdag vallen een aantal buien in Nederland. Zijn er wel wat minder en de temperatuur loopt al een beetje op. Want we zagen al dat er wat zachtere lucht in die bovenlucht kwam. 14 tot 16 graden in het noorden, in het zuiden 18, of in het oosten 18, in het zuiden zelfs 19 graden. En dan die zaterdag met flinke zonnige periode. Als er bewolking is, is dat vooral hoge sluierbewolking. En dus misschien in de middag ook enigszins tempering van het zonlicht door Sahara-stof. Maar als dat allemaal een beetje meevalt of laat komt, dan kan die temperatuur flink oplopen. In het noorden gaan we gewoon naar 23 graden. In het midden en zuiden van het land 24, misschien lokaal wel 25 graden. Zondag is dat dan allemaal weer voorbij. Dan zitten we weer op zo'n 16 tot 19 graden en trekken er een aantal buien over. Gaan we nog wat verder kijken, kunnen we ook mooi in de pluim zien dat die zaterdag echt een vreemde eend in de bijt is. Want die temperatuur die schiet dan eventjes door naar die 24, 25 graden. Maar daarna daalt hij weer richting de 20 of zelfs nog wat lager. Op zich prima temperatuur hoor, voor deze tijd van het jaar. Want als het 20 graden wordt, ja, dan mag je gerust zeggen dat het zacht is voor deze tijd. Hoe zit het dan met neerslag? Kan ik u ook mooi laten zien. Weer is die zaterdag een vreemde eend in de bijt. Het wordt een droge dag, maar de dagen ervoor en daarna, dan is de paraplu echt nodig. Ook op termijn blijft die kans op neerslag wel aanwezig. Hoewel, en dat is nog wel ver weg hoor, het weekend daarna die neerslagkansen ook weer wat minder zijn. Met name op vrijdag en zaterdag. Heb ik dan alles gehad? Ja, dan zijn we weer terug bij de plassen. Want die plassen die zullen er morgen ongetwijfeld ook nog zijn. Fijne dag.